Nou jongens, ding 1 van onze bucketlist tot sluitingstijd zit in de McDonald's. Kan worden afgevinkt, we werden weggestuurd. Wow jongens, we hebben super veel eten en dat gaan we jullie allemaal laten zien. Als eerste hebben we yoghurt. Hoef ik niet. We hebben een cola en een iced tea en we weten niet wat wat is. We hebben snoeptomaatjes, speciaal voor Thijs. We hebben 2 Happy Meals waarvan ik niet weet wie voor wie is. We hebben veel te veel burgers. We hebben ijshoorntjes zonder ijs voor extra effect. En eigenlijk gewoon heel veel lekkers. We gaan straks laten weten of het lekker is. Welkom bij deze snoeptomaten. Als er iets is wat ik vind dat je geen snoep mag noemen, is het tomaatjes. Maar als er iets is wat ik echt afschuwelijk vind, is mensen die eten wat ze zelf besteld hebben weggooien. Ik ben niet dat monster. You're a monster. Daarom ga ik dit hele zakje snoeptomaatjes opeten. Ik doe mee. Ja. Cheese, spaghetti. Nee, tomaatjes. Wat vinden we ervan? Het moet op. All this pain and suffering and nothing changes. Nee, die zegt gewoon niks, maar die zegt het gewoon allemaal op mij. Er zijn zoveel goede dingen gemaakt van tomaten. Bijvoorbeeld de Big Mac. Tomatenketchup. Tomatenijs. Tomatensap. Nep bloed. Allemaal perfecte dingen. En dan maak je ervan snoeptomaatjes. En ze zijn nu allemaal op. Ik ben Erik Nauw. Ja, ja. Oké, Inge, vertel eens. Wat... Ja, oprecht, heel ja, erg. Als je dat een muzikant bestelt, dan krijg ik dit. Ja. Maar dit is, wat is dit überhaupt? Dit is een paardmeermin. Oké, dit willen we niet. Nee, dit willen we niet. Nou jongens, we hebben heel erg genoten van het eten. We moeten alleen onze ijsjes nog even halen. We hebben dus ijshoorntjes gekregen. En wat is dus een ijshoorntje? En die moet straks nog even geijshoorn worden. Ben je nu aan het vloggen? Ja, proost. Heel mooi, nu zit jouw ijs aan mijn ijs. Nou jongens, ding 1 van onze bucketlist tot sluitingstijd zit in de McDonald's. Kan worden afgevinkt, we werden weggestuurd. Ze zeiden, this floor is closed. In Vlaanderen. Dat vind ik echt knap, ze spraken Engels. Maar wij gaan lekker weer de stad in, het drukke uitgaansleven van Antwerpen. En onze bus gaat over 40 minuten. We zijn aangekomen in Istanbul. Kaboom, ik kreeg welkom in Luxemburg melding. Maar ik weet helemaal niet of we in Luxemburg zijn, maar we zijn ergens. Hallo. Het slaapt en we zijn ergens midden in de nacht een stop aan het maken om... De peukrook idee. En dat was... Wij doen niet mee hoor. Wij doen niet mee. Dat is goed om te melden. En we rijden straks weer verder. En dan hebben we voor heel lang niet de kans om te lopen. Dus vandaar zitten we nu. En is hier voor 470 liter aan diesel getankt. Ook leuke informatie. Zeker. Daar gaat 768 al euro voor de tickets. We zien jullie als we straks weer wakker zijn. Hopelijk in Chalon. Hallo, welkom bij de food review van een echt Frans croissantje. Het eerste wat we hebben gehaald in Frankrijk. Jongens, dit is echt veel te leuk. Ik ben echt aan het genieten nu. 10 out of 10. Woeps. Woeps. Oeps. Ja, heel leuk. Dat was het al. Oké, jongens, de service is slecht. We mogen onze bestelling zelf opschrijven omdat ze ons niet begrijpen. Dat is het lot van Nederlanders in Frankrijk. Ik ga kijken wat ik ga opschrijven. En? Ja, wat moet ik liever zeggen? Wow. Jij was leuk. Dankjewel. En wat heb jij? Koffie. Ja, hallo, dat heb ik ook. Heb je ook koffie? Ja. Geen idee. Maar gewoon elke keer een kaart omwisselen. Ik ben super goed in dit spelletje, jongens. Thijs heeft verloren. Ja. Helaas.
niet deel van mijn tactiek. Okay. Thijs heeft gewonnen. Yes. Ik heb niet gewonnen. Ja. Wow, winnaar. En ik deed het ook niet slecht. Oh, maar als we niet nog een potje doen, dan heb ik nog een paar kaartjes in mijn mouw. Wee, 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 wee. Maar Jan is er niet blij mee. Nee, ik heb dit. Hey, ik heb het niet. Ja. Zij dan, zij is heel vals. Full House! We zijn er, Thijs, we zijn er. We zijn er. En we hebben lekker te eten. Oh, jij hebt de couscous, dat is echt geweldig voor de vlog, want ik heb de kartoffelsalade. Oké, ik heb hele luxe aardappelsalade. Ik heb de kaas gekregen, alleen ik weet niet of dit is zoet. En ik heb stokbrood, ja, het is een soort kaas. Ja. En jij hebt couscous, gewoon een mooi bolletje couscous. Jij hebt een huge stokbrood. Ik heb er twee zelfs. Kijk, hier nog een. Wauw, en een persik. Ja. En ik heb ook een persik. En dit is ons eten. We gaan straks vertellen of het lekker was. Het eten is op, jongens. En het was best wel oké. Ik had een beetje het hele rampscenario in mijn hoofd van dat het super erg zou zijn. Maar het viel echt best wel super mee. Ik heb er eigenlijk best wel van genoten. Ik ben super benieuwd naar het avondeten. En jij hebt je laatste hapjes nog. Komt vast goed. Nieuw spel. Oh jongens, de spanning is echt om te snijden. Kijk, ik sta niet heel goed. Ik denk niet dat jullie dit spel snappen, maar alsnog. Whoops, bijna gewonnen. Oh jongens, wat is dit nou weer? Nu ben ik de winnaar op de vlog. Welkom bij onze roomtour. Hier is een bed. Hier is nog een bed. En daar is nog een bed. Hier is een bagagerek. En dit is dan de voordeur. Er zijn HDMI stopcontacten. Eentje. Verder is er niks. Nou, in ieder geval, tot nu toe slapen Thijs en ik hier alleen. Dat weten we nog niet zeker voor de rest van de week. Geeft deze kamer je ook gevangenis-vibes? Ja, wel een klein beetje. Oké, dit is vrij bijzonder. Ik dacht, we hebben avondeten, maar we hebben hetzelfde als wat Thijs voor de lunch had. Heb ik nu als avondeten en Thijs ook. En het is gewoon koud, het is niet warm gemaakt, het is couscous. Ik hou persoonlijk niet super erg van couscous, maar ik eet het ook wel weer wel, zeg maar. En we hebben er een yoghurtje bij. Gewoon een stuk stokbrood bij elke maaltijd, want Jezus had ook brood bij alles. En een persik, net als bij lunch. En twee koekjes, als een soort toetje. Dus, really interesting choice. Wat vind je ervan dat het avondeten hetzelfde is als jouw lunch? Ja, die ergens vrij teleurstellend. Ja, toch? De couscous is echt, die is behoorlijk zuur. Dus, misschien is het nu minder zuur, maar ik verwacht van dit. Ja, ik ben heel benieuwd hoe ik hem ga vinden. Stokbrood is erg lekker, dat is het beste van de avond. Nee, deze. Nee? Deze? Oh. Dan ooit, Jij hebt een... Kers. Is het kers? Nee, het is bosvruchten. En jij hebt persie. Ik heb een abrikoos. Oh, kijk. Ja. Cool. Dus, zo, het eten is weer op, jongens. Het eten krijgt 1,5 ster van de 5. Niet alleen omdat we het bij lunch ook al hadden. Maar ook omdat het heel zuur was. Like voor meer food reviews. Wat vinden we ervan dat... Oh. Oh ja.